Dit is de hele Q&A van de 1 uur van Thomas en Rutger. Ik heb ook nog een vlog gemaakt, die komt aankomende woensdag online, dus check die ook. Veel plezier met kijken naar deze Q&A. Doei! Hebben jullie er allemaal zin in? Ja! Ja, wat gezellig, welkom in ons Q&A theater. Ja, en wie, oh wie zouden er nou straks hier komen? Ja, Rutger en Thomas, ja. En we gaan straks ze hier verwelkomen. En hoe doen we dat? Nou, dat doen wij altijd met een heel groot applaus. En nou was het applaus in de eerste show geweldig. De tweede show was waanzinnig. En deze show gaan we het grootste applaus geven die we tot nu toe nog niet hebben gehoord. Hoe doen we dat? Dat doen we eerst even te klappen. Zullen we even klappen met z'n allen? Ja. Nou, en dan hard klappen. Ja, ja, wat gaan we doen? Hard klappen. En dan chillen. Ja. Nou, heel goed. En wanneer doen we dit? Nou, straks zeg ik op een gegeven moment. Hier zijn Rutger en Thomas. En dan gaan jullie een giga gek uit je dak applausen. Dus die gaan we even één keer oefenen. Oké, zijn jullie er klaar voor? Ja! Zijn jullie er klaar voor? Ja! Oké, nou dan straks zeg ik, hier zijn Rutger en Thomas. Ja! Ja. Helemaal goed. Nou, wat gaan we doen? We gaan straks ze verwelkomen en dan komen ze hier zitten op deze stoel. En dan gaan wij 10 vragen, bank, ja heel goed, op een bank, ja. Dan gaan ze hier zitten op een bank. En we gaan 10 kinderen mogen straks een vraag stellen en die gaan wij kiezen. Dat doet Nicky, Nicky staat daar, zwaai even Nicky. En Jeffrey staat erachter. Zwaai even Jeffrey. Kies dadelijk 5 kinderen die achter zitten. Nicky kiest 5 kinderen die hiervoor zitten. Belangrijk is, de kinderen gaan hiervoor plaatsnemen. En je moet dus even, heel de show zit je alleen. Even zonder je ouders, maar het is wel heel gezellig hier. Nou, wat we even doen is, als jij een leuke vraag hebt en je durft dat, steek je vinger op. Hou die zo lang mogelijk even zo. Pas op het moment dat Nicky je hebt gekozen, zorg zij dat je hier komt te zitten. Kom niet allemaal naar voren, want dat kan helaas niet. Dus blijf even zitten en dan gaan we dat even doen. Dan beginnen we eerst even met Nicky. Dus Jeffrey, jij blijft even wachten. Nicky, we pakken even 5 kinderen. Dat is 1. 1, kom maar naar voren. Je mag naar Carlijn. Gezellig, daar is Carlijn. Dan gaan we naar nummer 2. Nicky kijkt heel streng. Ja, helemaal leuk. Nummer 2, even applaus. Yay! We gaan naar nummer 3. Ja. Ja. Nou, wat een gezelligheid. Ja. Kom maar, bij Carlijn. Ja, hier. Nog 2, Nicky. Even, misschien. Oh, dit is 4. Ja, oké, okay, dan de laatste, Nicky. En 5. Oké, okay, niet getreurd, want er komt nog heel veel leuke dingen aan, lieve mensen. Het wordt helemaal gezellig. Oké, okay, Jeffrey, kies jij er nu ook even 5 uit. Nummer 1 hebben we nu gekozen. Kom maar naar voren. Dit is nummer 1. En dan gaan we naar nummer 2. Helemaal leuk. Helemaal leuk. Snapchat, helemaal gezellig. Even kijken hoor. Nog, ja, nummer 3. Nog 2, Jeffrey. Oké, okay, er komt iemand aangerend zo snel. Wat kan hij snel rennen zeg, helemaal leuk. Nou, en de laatste, kom maar, yes. Oké, okay, nou, zijn jullie klaar voor de Q&A show? Ja! Ja? Hebben jullie er net zoveel zin in als dat ik er zin in heb? Ja! Hebben jullie er nog meer zin in dan ik erin heb? Ja! Ja, oké. Okay. Dan gaan we beginnen met de Q&A. Tegen mijn oude kaart. Oh,
die acteerling, ja. Hond komt sneller dan je zou denken. Bezig geweest met een nieuw huis. Ons allereerste boek dat huren van Rutger, Thomas en Paco op de Magische Halsband. Ik ben trots en blij dat we gewonnen hebben met ons boek de Magische Halsband. Want je weet, is het duo Furtje en Ron Thomas. Rutger, Thomas en Paco aan de tijd van China! Jongens en meisjes, geef een groot applaus voor Rutger en Thomas! Zo, ontvangst, welkom! Welkom op onze allereerste fandag! Nou, hoe is dat nou om op jullie eigen fandag te zijn? Het is heel bijzonder. Dit hadden wij nooit gedacht dat wij dit samen zouden gaan doen. En dat heel pak helemaal in thema staat van ons drieën. Dat is echt bizar. Heel cool. Ja, heel vet. Ja, en het leuke is we hebben ongelooflijk veel vragen voor jullie. Want iedereen deelt van alles en nog wat. Wordt even gezwaaid hier. Ja, dat gaat er wel door. Wacht, we zwaaien even allemaal naar elkaar. Ja, drie kunnen we niet drie, doen. 3, 2, 1. Hallo! Ik heb nooit mensen tegelijk zien zwaaien. Er worden al hele boeken worden hier omhoog gehouden. De Paco knuffels, het is hier hartstikke gezellig. En kijk eens, hier op de voorste rij zitten 10 kinderen. Die gaan we straks naar voren halen. Ik heb voor jullie een hele belangrijke opdracht gekregen, want ik moet nog een foto maken. Ja, we hebben hier een Polaroid-camera. Jij moet zoveel mogelijk foto's maken. Oké. Zijn jullie er klaar voor? Zijn jullie er klaar voor? Jullie gaan zitten op de bank. Doe alsof jullie thuis zijn. Dan zitten ze wel wat gezelliger. Dat is echt heel druk thuis. We denken Paco er even bij, maar kijk eens, die is hier op de achtergrond zo leuk. Maar ik zag wel wat Paco's op in de zaal, dus dat is fijn. We gaan naar de eerste, kom erbij. Kom er maar gezellig bij, geef heel hard applaus. Hallo. En wie ben jij? Kom maar zitten hoor. Ik ben Owen. Leuk dat jij er bent. Heb je een leuke dag vandaag? En hoe ver ben je met de speurtocht? Ik heb 3 letters verzameld. 3? Zijn er al mensen klaar met de speurtocht? Ja! Oh, niet voorzeggen, niet voorzeggen. Niet voorzeggen, hè? Als je de speurtocht... Hoop ik niet. Oh ja, afwerkt, kun je hem straks laten zien in de Paco shop en daar krijg je een fankaart. Als je hem af hebt. Ja. Je zit hier vlak in de buurt. Maar jij hebt een vraag. En wat is jouw vraag? Wie mee zit fietsen? Nog één keertje. Nou, wie gaat meer... De fiets? Ja. Dat is een hele leuke vraag. Wanneer is überhaupt de laatste keer dat we een fiets hebben? Nou, dat vind ik een hele goede weg. Nee, we krijgen over 2 weken onze nieuwe fietsen. Ja, dus we gaan weer fietsen. We gaan fietsen. Hij is wel elektrisch. Nee. Ja, jongens. Ja. Elektrisch? Je hebt alles Nee, ik denk... Thomas heeft in zijn video nog op een fiets gezeten met SME. Toen jij... Oh, ik heb laatst gefietst. Ja, maar dat ging niet goed. Die fiets is echt, die is van een brug afgegaan en we kregen bijna een ongeluk. Misschien hebben jullie het gezien op die fiets. Mijn moeder met SME. Dit is niet echt, jongens, we zijn niet getrouwd. Ik ben hier met uit. Ik moest even schrikken toen ik die video. Dus toen heb ik gefietst. Ja, nou eigenlijk zat ik in de fiets. Ik fietste nog steeds eigenlijk niet, bedenk ik me nu. Maar goeie vraag, heb je ooit getrouwd? Ooit gefietst, ja. Ik heb heel veel gefietst. Ja. Ja, maar goed, ik ga weer veel fietsen. En jij, fiets jij veel? Ja, een beetje veel. Ja, zo is het bij mij eigenlijk ook. Ja. Ik moet iets heel belangrijks gaan doen. Oh, de foto. We gaan even daar voor. Kom even hier voorop zitten. Dan hebben we jullie hulp nodig. Kunnen jullie nog tellen? Van 3 naar 0 en dan maken wij de foto, ja? Dus 3, 2, 1, 0! Yes! Ja, niet duidelijk. Geen voor je vraag. Dan mag jij heel voorzichtig zo de trap aflopen. Oh, wacht, vergeet je foto niet te vergeten. Ja, de foto is belangrijk. Ja, ja. Tadaa! Alsjeblieft, pak hem aan. Daar komt je foto. Ja, hier komt straks. Is je wapperen? Doei! Dag! Nou, daar is de volgende al. Mogen we even een groot applaus? Kom even zitten. Welkom in onze huiskamer. Hoe heet jij? Alissa, leuk dat je er bent. Heb je een leuke dag ook? Ja. Ja? Wat is de leukste attractie tot nu toe waar je in bent geweest? Alles eigenlijk wel. Kijk, dat is helemaal goed antwoord.
Nou, ik ben heel erg benieuwd. Wat is jouw vraag? Wat vinden jullie zelf het leukste boek? Ik weet het wel. Een hele moeilijke vraag. Ik vind zelf dat we er steeds iets beter in worden nog. Ja, dat is toch... Dus ik denk dat ik het pretpark het leukst vind. Ja. Ja. Nou ja, hallo. Ook omdat ik Ilona Muis vind ik een heel leuk karakter. Ja. Wisten jullie trouwens, dat is misschien leuk voor de ouders, maar Ilona Muis is een persiflage op een bekend iemand. Hadden jullie dat door tijdens het voorlezen misschien? Elon Musk, Ilona Muis. En ze hebben heel veel overeenkomsten. Ook een ruimtebedrijf allebei. Ja. Nou, eigenlijk zijn alle drie de boeken voor ons natuurlijk super bijzonder. Want wij zijn een jaar per boek zeg maar bezig totdat het boek uitkomt. Dus daarom vind ik het een hele moeilijke keuze. Maar ik sluit me wel aan bij Rutger, ons laatste boek, omdat het steeds verandert. Maar boek 1, Het Magische Halsband, heeft wel echt een heel speciaal plekje op mijn hart. Omdat het ons eerste boek is, eigenlijk een soort introductie van ons. Ja, avontuur met Paco. Maar ja, de tijdmachine is ook ja, leuk. Ook. Maar, ja, dus ja, ik kan niet kiezen. Dus, ja. Ja. Maar dat betekent dus ook dat het leukste boek nog moet komen misschien. Hè? Als het elke keer leuker wordt, misschien... Willen jullie nog een nieuw deel? Ja! Ik schrok hier gewoon weer. Wie weet. Heb jij een favoriet deel? Ja. Ook het pretpark. Okay. En het? Ja, ik heb nou het pretpark. Ik vind het pretpark ook leuk. Ja, die vindt het pretpark ook heel leuk. Ja, hè? Ja. Ja, zijn alle drie leuk. Ja, jongens, ik moet even onderbreken, want ik moet even... Oh, ja, we gaan zitten lang. Ja, jullie praten wel over de verhaal. Oké, daar gaan we. Jullie tellen weer af. 3! Ja. Helemaal verblind weer door die flits. Maar het is vast een leuke foto. Is je vraag goed beantwoord? Ja, oké. Nou, dankjewel voor je vraag. Vergeet de foto niet. Is de verkeerde kant, sorry. En dan geven we jou een groot applaus terwijl je de trap afloopt, toch? Ja. Ja, er mag de volgende komen. Gaan we op de volgende applaus, toch? Ja. Ik kijk even naar haar pers, jongens. Hey, in de modeshow. Nou, kun je omdraaien? Kijk eens uit. Jongens. Leuk. Onze nieuwe pet. En het is heel uniek dat jij deze op hebt, want hij is nog nergens gekomen. Dit is de eerste dag. Ja. Het moment dat hij... Jij hebt hem als allereerst. Ja, onze nieuwste item. Hij staat hier lekker zitten. Hey, wat is je naam? Milou. Milou, wat leuk dat je er bent. Waar kom je vandaan? Oesgeest, leuk. Daar ben ik vroeger wel eens geweest. Ja, dat rijdt. Oh. Ja, dat ook nog. Ik ben heel erg benieuwd naar je vraag. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Leuk. Nou, Rutger is wat. Nou, dan moet jij het eerst even vertellen. Oh. Ja, oh. Oh, dat is een vraag. Ja. Oh, kijk, dan kunnen we ze ook nog wel even beantwoorden. Vind ik een hele goede. Waar hebben we elkaar ontmoet? Ik heb eigenlijk Thomas. Via Instagram, het bij aanbevolen stond hij eigenlijk. Dus ik dacht, ja, dan zal het wel kloppen. Als je dus een groot flesje hebt op Instagram, dan kan je mij vinden. Ja, daar stond een foto van Thomas en toen kwam ik op zijn profiel. Dat was puur toeval. En toen dacht ik, ja, nu wil ik wel eigenlijk iets zeggen. En ik wist niet wat, dus dan weet je wat, ik laat gewoon een trouwring emoji achter. Ah joh, doe dan maar van alle emoties die er zijn. Ja. Ik schrok daar best wel van. Ja, dus zo is dat gebeurd. Maar we zijn toch met elkaar in contact gekomen. En het is nu meer dan 9 jaar later. Ja, ik word net geroepen worden we over wat is de leukste vlogvideo die jullie samen hebben gemaakt. Ja, die weet ik wel. Zullen we die even beantwoorden? Ja, dat was jouw vraag toch? Dat is jouw vraag? Ja, dat weet hij even. Nou, ik denk dat ik wel namens ons wil zeggen. Ja, ik weet niet, misschien zeg ik het niet goed. Maar dat wij Paco gingen ophalen. Dat is wel echt onze leukste video die wij samen hebben opgenomen. Ja, ja daar sluit ik me helemaal bij aan. Ja. Ik ga even weer iets doen waar ik niet zo goed in ben, maar ik had wel wat lukt. Het gaat wel mis, maar uiteindelijk komt het goed. Klaar voor de foto? Ja. Mogen jullie weer vertellen? 3! Top! Even een technische storing. Maar het ging al goed. Heel goed. Jullie deden het wel. Even opnieuw. 3! Het is goed. Goed gedaan. Dankjewel. Goeie vraag. Dankjewel voor je leuke vraag. Je foto komt uit het apparaat. Als je verschijnt daar zo meteen. Veel plezier voor de trap. Pas op voor de trap. Ja. En weer een applaus. Groot applaus voor de volgende. Hallo. Rutte heeft jou net. Heel leuk je jack. Ja. Heel cool. Hoe heet jij? Daan. En heb je een leuke dag? Ja. Goed om dat te horen. Vind je nog steeds leuk hier voor deze volle zaal zit? Je ziet ze bijna niet, hè? Nee, dat scheelt. We zien jullie wel hoor, maar een beetje schimmig.
Ja. Nou, ik ben benieuwd, wat is je vraag? Hoe zouden jullie het vinden als Paco puppies krijgt? Dat worden hele schattige puppies, dat sowieso, ja. Ja, nou, ik zou het heel leuk vinden eigenlijk. Ja, het zou heel gezellig zijn, want hoe meer Paco's, hoe leuker, toch? Maar het lijkt wel alsof de zaal vol zit met puppies, want ik zie allemaal kleine Paco's. Ik zie al heel veel Paco's. Gewoon in de lucht en ineens zie je, kijk, er zijn alle puppies verborgen. Oh, het ziet er heel grappig uit. Ik zie heel veel Paco's hier. Ja, heel leuk. Nee, ja, we zouden het heel leuk vinden, ja. Ja. Maar, heb jij dan een naam in gedachten voor een van de puppies? Ook niet gewoon je eigen naam? Dat is wel leuk. Ja, dan vernoemen we er eentje naar jou. Mocht het ooit gebeuren. Coco is ook een leuke naam. We gaan allemaal foto maken. Wil je een foto maken? Ja? Ja? We gaan een foto maken. Ja. Hij doet het niet, maar... Ik voel best wel spanning in deze zaal om een foto te maken, vooral met jullie twee erbij. Hier ben je heel zenuwachtig elke voor. Ja, heel erg. Kijk, dat is heel veel plezier. En dan mogen we weer een grote applaus voor de volgende. Ja, jongens, het mag wel iets harder, toch? Ja, dat is wel leuk. Hallo, en wie ben jij? Saar. Hoi Saar, wat leuk dat je er bent. Heb je ook een leuke dag vandaag? Gelukkig. En wat is jouw vraag? Wie wil allemaal te gaan trouwen? Maar ik ben net getrouwd. Ja, er zit een Juice Channel naast me volgens mij. Nou, ja, plannen. Die vraag krijgen wij best wel veel, ja, ook online. Nou, we hebben natuurlijk heel erg leuk samen, maar er zijn nu geen plannen. Dat moet ik wel eerlijk zeggen, toch? Rut? Misschien wel een wens. Een wens zou heel leuk zijn, natuurlijk. Maar ja, nee, op het moment zijn er geen plannen. Nee, toch? Nog niet. Het wordt even dus maar als we... Het zou wel heel leuk zijn. Ja. Nou, we zouden het altijd heel erg leuk vinden, maar er zijn geen plannen. Nee, nog niet. Nog niet. Zal ik even een foto maken? Ja, dit is een goed moment voor een foto. Ja. Zijn jullie weer af? Ja. Wacht, ben je dat echt nog niet is? Ja, ben je nog af? Ja, heel bedankt. Jullie zijn echt het geweldigste publiek ever. Jullie helpen mij echt enorm. Kijk eens alsjeblieft. Hey, veel plezier nog vandaag. En een groot applaus voor de volgende. Kijk, jij bent ook naar de Paco Shop geweest, zo te zien. Leuk. Hoe heet jij? Jos. En waar kom je vandaan? Brabant. Hey. Zijn er meer dan dat is gezellig. Dan? Dat is gezellig. Oh, we zijn, ja. Heel achter. Ja. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw vraag. Hoeveel video's hebben jullie samen gemaakt, denk je? Bedoel je dan onze beide kanalen bij elkaar opgeteld of waarin we samen te zien zijn? Hoeveel jullie beide kanalen? Nou, grappig en ook een beetje. Ik zat gisteren op mijn kanaal te kijken en toen zag ik ineens 750 video's. Zoveel? Staan. Ja. Dus ik heb, dat weet ik nu per ongeluk, maar dat is niet dat ik dat altijd weet. Jij maakt lange video's natuurlijk. Ik denk dat ik rond 400-500 zo zit. Meer dan 1000. Laten we het daarop houden. Ja. Ja. Moet je dus aangaan. Heb je ze denk je alle 1000 plus gezien? 1000 denk ik niet. Dat is goed nieuws. Dan heb je nog wat, dan heb je nog wat te kijken. Ja, dat is alleen maar goed. Ja. Dat vind ik echt een goede vraag. Is het misschien leuk om even, want jullie verhaal waar komt iedereen vandaan? Is het misschien leuk dat iedereen even heel hard roept als ik tot 3 tel waar jullie vandaan komen? Is dat leuk? Zullen we dat even, ja hè? Ja, dat dacht ik wel. Maar doen we dan postcode, of alleen het huisnummer, of de straat, of de plaats, of de politie, het land, alles? Nee, laten we gewoon even de woonplaats doen. Woonplaats doen. We gaan de woonplaats even doen, ik tel even tot 3 en dan doen we het op z'n allen hard. Oké, okay, oh, ja. We gaan van 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, jij wil 1, 2, oké. Okay. 1! Nee, 3, nee, 1. Ja, 1, 2, 3. Ja, wat wil je? 1, 2, 3 of 3, 2, 1? 1, 2, 3. Oké, 1, 2, 3. Ja! Ik denk dat het de meest enthousiaste zaal van de dag is. Dat denk ik ook. Dat is heel gezellig daar, hè? Ja, jij kent het wel. Ja, heb jij überhaupt 1 gehoord? Ja, ik hoorde ze allemaal. Te oh, ja. We gaan een foto maken. Ben je klaar voor? Nou, nog een keer zo hard. 1, 3. Yes. Het is echt zo leuk. Iedereen die op de foto gaat, die kijkt zo enthousiast. Ja.
Dat is echt, nou, kijk eens als je bedankt liefd. Voor je vraag. Een applaus en direct op de volgende. Welkom. Hoi, kom lekker zitten. Hoe heet jij? Levi. Hallo Levi. En ben jij al in wat attracties geweest? Bijna niet. Omdat ik bijna niet durfde. Snap. Ja, ik ben ook wel een beetje... Maar ze zijn hier heftige attracties hoor. Nee. Maar je hoeft ook niet overal heen te gaan. Maar waar ben je dan wel in geweest? Kolderbaan. Dat klinkt wel heel tof. Oh. Kikkerbaan. Ik ben niet op de maan. De kikkerbaan, die is hartstikke leuk. Die is heel leuk. Die is heel leuk, ja, daar durf ik ook in. Ja. En wat is jouw vraag? Wie zijn jullie al beste vrienden? Oh. Nou, ja, zie je het. Leuk dat jullie het antwoord al weten. Voor mij is dat Richard en Denise, eigenlijk twee. Mag dat ook? Ja, nou ja, ik ben natuurlijk, ik wil niet, Denise en Richard zijn hele goede vrienden van mij, maar Sarah en Marleen, en die zien we wel minder in de video's, maar dat zijn mijn beste vriendinnen. Ja, die zien we allemaal heel veel. Maar eigenlijk, ja, zijn we allemaal met elkaar samen. Ja, we zijn elkaar samen. Ja. En jou? En JC. Thomas en Rutger. Ja, inderdaad. En JC natuurlijk niet vergeten. Oh, ja. Ik ben in Duin wel zonder Jay-Z, dat is eigenlijk heel raar, is dat? Ja, hè? Maar je hoort hem niet gillen, anders had je het duidelijk gehoord dat ik er was. Hé, hey, kunnen jullie aftellen? In 3, 2, 1, ja! Heel enthousiast. Ja. Leuke foto hier. Ja, de foto is wel extra leuk. Dus, alsjeblieft. Zo. Alsjeblieft. Dankjewel voor je vraag. Ja. En daar staan we. Applaus. Ik ben eigenlijk wel even benieuwd, wie van jullie twee gilt nou het hardst in een attractie? Wie is het niet gevallen? Ja, ik doe het al. Wie het hardst gilt? Ik heb echt het idee dat ik altijd heel stoer overkom in een attractie. Ja, als ik gil in de achtbaan, dan is het gewoon omdat ik van hem schrik. Ja, dat heb ik elke ochtend. Hey, maar we hebben iemand zo gewacht. Hoe heet jij? Emily. En waar kom jij vandaan, Emily? Ik hoorde het net al, maar dat de rest het nog even hoorden. Moerkapelle. Kijk, leuk dat je er bent. Heel leuk. Ik ben heel nieuwsgierig naar jouw vraag. Hoe oud zijn jullie en Paco? Bij elkaar opgeteld? Bij elkaar opgeteld? Nee. Ik ben 30. En Paco, die is bijna 5. 28 mei schrijft hij agenda. Schrijft hij agenda en dan viert Paco haar verjaardag. Ja, ja. En ik ben 34. Ja. En hoe oud ben jij? 8. Een mooie leeftijd. En een hele goede vraag. Ik denk dat heel veel mensen daar benieuwd naar waren. Zullen we vragen hoe oud is iedereen hier, dat we dat ook even weten? We dat ook. Ja. Ja, de ouders zijn heel stil, ja. Ik ga een foto maken. Ik ga een foto maken. Ik laat jullie de foto. Nou, we gaan een beetje eronder zitten. Zo. En dan mogen jullie aftellen in 3. Ja, dankjewel voor je vraag. Loop voorzichtig voor de trap. Ik ga even Lin. Oh ja, Lin doet even mijn fotobolletje verwerken. Wacht even hoor, jongens. En mogen we een groot applaus ondertussen voor de volgende? Hallo. Welkom! En wie hebben we hier? Leuk dat je er bent. Heb je ook een leuke dag vandaag? Ja, en ben je al een attractie geweest? En welke attractie was dat? Vond je die leuk? Ging die hard? Beetje. Nou kijk, nou heel veel antwoorden. En, maar ik heb nog een vraag. Wat is je vraag voor ons? Wanneer gaan jullie weer gummy of een chocoladetje? Superleuk. Moet ik een nieuw deel maken? Dus real, gummy of chocolade? Ja! Je moet dat gewoon snel gaan doen, denk ik, als Mia dat zegt. En met wie moet ik die samen gaan doen? Jaycee! We vergeten dat gegeven, maar... Met z'n drieën. Met Jaycee erbij. Dat is denk ik wel leuk. Maar heeft iemand dit vastgelegd voor Jaycee? Ja, dit is de stuur. Oké, dus met Rutger en Jaycee. Lijkt dat hilarisch. Toch? Goeie vraag. En wil je ook een foto? Ja.
gaan we dat even doen? Ja, ik kijk uit voor de trap. Zo. Jesse gaat het druk krijgen de komende tijd. Inderdaad. Nou, dan gaan we weer jongens. In 3, 2, 1, 2. Ja! Even checken, want dit duurt wat langer dan normaal. Oh nee, dit gaat heel goed. Ja, dit gaat heel goed. Dankjewel voor je vraag. Leuke vraag. Ja. Mag je voorzichtig de trap over? Veel plezier nog. En een applaus. Heel goed. Oh, de laatste. Nou, we gaan naar de laatste vraag. Hallo. En wie ben jij? Tom. Kijk, hey, Tom. En Tom, waar kom jij vandaan? Rotterdam. Uit Rotterdam. Het zijn heel veel uit Rotterdam hier. Wat leuk. Nou, en ik ben benieuwd. Jouw vraag. Kunnen jullie goed voetballen? Wat denk je zelf? Nee. Nou, zou ik het zeggen? Ik heb op voetbal gezeten. Hier de droom van mijn vader, denk ik, toen ik een jaar of 6 was. En toen moest je aan het einde van de wedstrijd altijd penalties nemen, iedereen. Nou, ik was er zo zenuwachtig voor, want ik vond het helemaal niet leuk. Dus ik nam een aanloop en ik heb grote voeten, zoals je ziet. Maar toch presteerde ik het om niet het doel te missen, nee, ik miste de bal met mijn voet. Ja, ik maakte altijd... Toen ben ik er maar vanaf gegaan. Ja, ik maakte altijd mijn eigen goal. Oh ja, dat kan ook. Ja, dat kan ook. Ja, maar heb je wel gescoord, dat is meer dan ik. Maar jij kan zeker heel goed voetballen. Ja. Ja, ga je later bij Feyenoord? Oh, nee. Nee, het is goed voor het hoor. Oké. Okay. Wil je een foto maken? Ja, natuurlijk. Ja, gaan we een foto maken. Kunnen jullie weer aftellen? 1, 3. Yes. Yes, hij is weer gelukt, denk ik. Nou, er komt gewoon weer een foto uit. Wow. Ik eens. Gelukkig. Zo, als je het goed gaat. Dankjewel voor je leuke vraag. Dankjewel. Nog één groot applaus. Als jullie nog iemand zoeken om foto's te maken... Heb je helemaal ontdekt. Hè? Dit komt helemaal goed. Ja. Even een jongens. Ja, nou, de tijd is bijna voorbij. Dat is zo snel. Ja, maar kom er even bij jongens, want ik heb nog 2 vragen aan jullie eigenlijk. Want jullie willen toch ook nog niet dat ze weggaan? Nee. Nee, dus ik ga nog even 2 vragen. 2 hele belangrijke vragen. Okay. Oké, okay, vraag 1 is, kunnen wij jullie vandaag nog ergens zien? Ja, zeker. Sommigen hebben het al op de plattegrond zien staan. We hebben een leuke verrassing. Om 4 uur vindt er een spectaculair... Sorry, ik vind het zelf gewoon heel grappig. Vindt er een spectaculair, hoe noem je het ook weer? Uitzwaaiparade plaats. Met ons. Met ons. Ja, ja, dus wij komen jullie allemaal uitzwaaien om 4 uur rondom de speeltuin. Dus als je echt bij het reuzenrad verzamelt, dan komen wij als het goed is langsrijden. Ja joh, dat wordt helemaal leuk. Ja, dus dat komt helemaal goed. Nou, we kunnen 2e vraag. Nou hebben we iedereen, dus het liet net de Paco-knuffeltjes zien, we hebben kinderen met t-shirts aan. Is het een leuk idee dat ik, jullie denken, wat komt er? Dat ik een foto maak. Oh, gelukkig dat eventjes ging zingen. Maar... Nee, ik moet dat niet doen. Maar zal ik een foto maken van jullie? Met onze zaal. Ja. Vind je dat leuk? Ja! Dan willen we even een zaal liggen, want kunnen we ook zien wie er in de zaal zit. We vooraan zien. Oh! Hallo! Hoi! Hoi! Nou, ga allemaal even staan, zou ik zeggen. Ja? Want het is helemaal goed. En ze zou nog wel even lachen, natuurlijk. Wil ons er op dit programma? Wat gaaf om te wij. Nou, genoeg camera's voor je staan. Of ik jou meteen een foto geven? Ja, dat wel. Oké, okay, en zullen we een beetje doen? Moet dat zo? We hebben net heel veel afgeteld, dus dat gaan we zo nog een keer doen. En bij 1 kijken we allemaal zo blij en leuk mogelijk. Ja, dan gaan we aftellen, ja? Fotografen, staan we goed? Ja, oké. Okay. 3, 2, 1. Mama, wat is er? Ja? We hebben hem al. Je moet gedaan, applaus voor jezelf. Dat mag wel even. Wacht even. Ik moet het nog een keer. Ja, even een keer. 1, 3, 2, 1. Kijk naar mij, Oh, dat is oké.